Kan jij deze video liken met je duim? Ik daag je uit. Vandaag ga ik gamen totdat ik bang ben. Ik ben niet zo snel bang hoor. Op een spin! Oké, misschien wel. Dat betekent heel veel enge games. Ben jij er klaar voor? Er zitten 6 creepypasta in deze video. Kan jij ze vinden? Reageer ze dan. Let's go! Vandaag ga ik op onderzoek uit in de Poppy Playtime fabriek. En als het goed is, moeten we deze kant op. De deur zit op slot. Maar wacht, ik kan me herinneren dat die normaal open hoort te zijn. En dat daar is de grabbag. Alleen voor deze deur hebben we een code nodig. Wacht eens even. Huggy Wuggy, luister. Ik kom in vrede. Een sleutel. Een sleutel wordt gebruikt om dingen mee te openen. Zoals deuren. Met andere woorden, de deur die we net niet konden openen, wil dat nu wel. Hallo? Is daar iemand? Wat een rommel. Huggy Wuggy moet zijn kamer opruimen. Alleen ik ga hem dat niet zeggen. Want hij heeft scherpe tanden. Ik denk dat ik al weet wat we moeten doen. Ik denk dat we door de ventilatie heen moeten. Vind iets om naar binnen te breken. Oké. We hebben iets hards nodig. Je moet toch wel iets leren. Serieus. Dat ging makkelijker dan ik dacht. Het is DutchTuber. De ventilatieman. Ik heb geen idee. Auw. Oh, wat is dat voor geluid? Oh. Oké. Dat was het geluid van ik die door het plafond viel. Wat hebben we hier? Een hoop gekrabbel. Nieuwe security code. 6159. Oké, dat kan ik wel onthouden. 615. Taco! Stil nou, Bob. 6159. Hey, Huggy Wuggy, zag je dat? Je zag het niet? Oké. Dit is een belangrijke plek, want dit is de grabbag. Werkt die? Het ziet er naar uit van wel. En al deze kleine tv's worden gebruikt voor de beveiliging. Alleen er is niemand, dus er is geen beveiliging. Maar wat ik dus nu wel kan, is met een beetje geduld deze deur openen. Oh my gosh. Oh. Ik wist het. Ik wist dat je daar stond. Jij blauw, navelpluizig monster. Ik moet zeggen, je ziet er niet zo eng uit. Laat me raden. De challenge is om je te knuffelen. Ah. Hij wil op mijn hoofd eraf bijten. Hier hebben we 2 handen voor nodig. En ik heb er maar 1. Misschien moeten we de elektriciteit aanzetten. Oeh, op slot. Hebben we weer een sleutel nodig? Oh my gosh. Dat was geen verstandig idee. Huggy, luister. De elektriciteit is uitgevallen. Ik heb de sleutel. En dat betekent dat ik hier naar binnen kan. Ik weet alleen niet of het handig is. Ik moet namelijk nog mijn sokken strikken. Ah, ik zei het fout. Oké, ja, ik heb geen smoes. In dat geval moet ik maar gewoon naar binnen. Match de kleuren. Groen, blauw, geel. En wat hebben we hier? Wacht eens. Ik denk dat ik het al snap. Elektriciteit. Geel matcht met geel. En dan rood matcht met rood. 2 van de 4 lampjes zijn groen. Blauw matcht met blauw. Oh my gosh. Moet ik gewoon een beetje geduld hebben? Oké. Moet ik deze ook nog doen? Nope, deze hoeft er niet meer. Dat is toch wel fijn. De elektriciteit doet het weer. De... Huggy Wuggy. Waarom speel je verstoppertje met me? Please, doe dat niet. Het lijkt alsof die rode stuk is. Maar in dat geval zou de blauwe hand genoeg zijn. Oh, dat is toch wel fijn. Nu moet ik deze kant op. Wat een hoop wegen. Oh. Ik zag iets. En ik weet het zeker. Maar ik denk dat het blauw was en eruit zag als Huggy Wuggy. Open! Ah, misschien was het mijn verbeelding. Gelukkig kunnen we rennen. Dat is... Ah! 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 Momentje. Ah! Ja, ik denk niet dat dat mijn verbeelding was. Huggy Wuggy, luister. Ik ben hier met de beste intenties. Ik wil je gewoon een dagje gebruiken als vloerkleed. Ja, wat hij zag, dat voelt lekker voor je voeten. Huggy Wuggy. Oh my gosh, ik ken dit. 1, 2, 3, 4, 4. Oké, we gaan naar beneden. En we zoeken gekleurde blokjes. Oh, dat is er 1. Oké, jij gaat met mij mee. Nog 3 te gaan. Wow, ik zie er 1. Jij gaat met mij mee. Nu nog 2. Ja, ik kan rekenen. Zelfs als ik bijna in mijn broek plas. Hier onderdoor. Hier bovenop. Ik doe dit even open. Want ik denk dat we wat obby skills gaan nodig hebben. Oké, voorzichtig. Wow, hier langs heen. Daar ligt er 1. En ik heb hem. Nu nog 1. En ik heb hem gevonden. Groen, oranje, blauw, rood. We hebben ze alle 4. En nu het leukste gedeelte. We plaatsen ze waar ze horen. Ik was het niet. Ik deed het niet. Ik had mijn handen achter mijn rug. Dat is niet waar. Ik zag ze. Stil, Bob. Wat komt daar aanrijden? Of beter gezegd, aanglijden. Die is van mij. Nu heb ik de blauwe en de rode arm. Nu is het een kwestie van een beetje geduld.
Moet dit serieus? Oké, het hoort bij het spel. Oké, gewoon rustig naar beneden. Oh. Dat is niet rustig. En het is weer tijd voor elektriciteit. Blauw. Gelukt. Nu deze. En nu is het tijd voor geel. Hallo, geel. Gelukt. Alleen, waarom gaat het alarm af? Ik heb geen koekjes gestolen. Ik was het serieus niet. Ik heb er niks mee te maken. Waarom hoor ik een geluid alsof er iets achter me aan zit? Oma, ben jij dat? Oma, luister. Ik heb mijn kamer opgeruimd. Dat is geen leugen. Wat gebeurt er? Waarom volgen die dozen mij? Dozen zijn leuk en vierkant. Maar vandaag heb ik er... Oh my god. Gosh, waar ben ik? Het lijkt alsof deze dingen me aankijken. Hey, doe het alles goed? Oké, dit ding staat uit en die moet aanstaan. Dus er is één plek waar we naartoe kunnen. En dat is naar boven. Of naar de McDonald's. Maar dat heeft weinig met dit spel te maken. Ik heb wel zin in kipnuggets. Ja, wat? Dat gedeelte net was eng, oké? Ik moet dit ding hebben. Deze kant op. 3 lampjes. Hier nog een schuifding. Oké, let's go. Deze gaat langs rood. En dan hier het eerste lampje. Dan hebben we nu dit ding hier nodig. De volgende kleur is blauw. En die hebben we ook. Nu nog één laatste kleur. Ah, groen. De kleur van snotjes. Of een appel. Oh, wacht. Eerst dat luik. Oké, let's go. En let's go. Oké. Makkelijk was dat, toch? En nu is het tijd om de machines aan te zetten. We halen de hendels om en er gaan dozen door de machines heen. De reden hiervoor is simpel. We hebben speelgoed nodig om hier te plaatsen. En dat zijn we nu aan het maken. En als het goed is, komt het daar zometeen uitrollen. Net als croissantjes bij de bakker. Ik heb nog niet geluncht. Ja, daar gaan ze. Waarom heb je ze opgegeten? Smurf. Niet alles wat blauw is een smurfje op. Kom maar op. Het komt eraan. Het is een konijntje. Oké. En nu het leukste. We hebben gewonnen. En dat zonder de enge Huggy Wuggy achter ons aan te krijgen. Oké, ik neem mijn woorden terug. Bob, pak mijn woorden, want ik neem ze terug. Waar liggen ze? Weet ik niet. Zoek ze. Oh, snap, ik ga hierin. Huggy Wuggy, we zijn hem kwijt. Oh, dit was echt best wel eng. Oh, daar is die. Oké, niks aan het handje. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Als je denkt dat ik bang ben, heb je het fout. Oké, ik ben een beetje bang. Misschien iets meer dan een beetje. Heel veel meer dan ooit. Ik heb in mijn broek geplast. Ik heb een dubbele onderbroek aan, maar allebei zijn ze niet meer... bruikbaar. Oké, ik ben op de juiste plek. En ik denk dat ik... Ik weet niet of ik hier blij van word. Oh. Waar? Oh my gosh. Komt hij eraan? Hij komt er niet aan, toch? Ik hoop het niet. Oh, ik ben op de juiste plek. Of tenminste... Heb ik het gehaald? Ik dacht dat ik afging. Ik ging ook af. Buggy buggy in de buggy. Van wie is die deur? Kan ik hier naartoe? Waarom wordt het donker? Het einde voor nu. Like voor deel 2. Oké. Ik ben de kleinste Huggy Wuggy ever. En die dude daar is groot. Zelfs een bil. Dit hier is een veer. En die slepen wij mee naar de finish. Daarmee worden we sterker. Maar dit kan sneller. Voor 100 Robux... hebben we energie erbij gekocht. En daarmee kunnen we trainen. Ik bedoel, Huggy Wuggy heeft een goede conditie van het achternarennen van al die spelers. Maar nu is het tijd dat hij spieren gaat kweken. We beginnen letterlijk bij 0. Kijk hoe klein die is. Maar aan het einde van de video wil ik dat hij de wereld kan tillen. Oké, dat is misschien niet mogelijk. De halve wereld dan. We zijn aan het trainen als een malle. We worden sterker. Ik zie letterlijk mijn armen groter worden. Kijk eens aan. Dit is al een vooruitgang. We pakken de veer en het gaat nu al veel makkelijker. Maar om echt groter te worden, moeten we deze container met ons meenemen. Oh my gosh. Het is gelukt. En dat betekent dat we naar de tweede wereld kunnen. En daar hebben we een cadeautje wat we moeten meenemen. In plaats van een veer. Het cadeautje is alleen te zwaar. Dus we moeten sterker worden. Oh my gosh. Ik weet niet of die eenden mij helpen, maar het zijn mijn handlangers. Ik moet aardig zijn voor ze. We zijn letterlijk sterker dan net. We hebben nu een aantal spierballen. Dat gaat goed samen met onze spierballenverzameling. Wauw, Huggy Wuggy. Dat ziet er al beter uit. We kopen er weer wat energie bij. En wat hebben we hier? Deze band gaan we niet kunnen slepen. We gaan dus door met onze workout. Versnelling. En oh my gosh. We zijn 2 keer zo groot als net. Maar kunnen we nu deze band meenemen? Oh my gosh. Dit ding is mega. En we nemen het mee alsof het een veertje is. Yes. En dit ding, kunnen we die meenemen? Dude, dit gaat zo makkelijk. Ik bedoel... We zijn zo sterk. 1 cadeautje, 2 cadeautje, 3 cadeautje. Tegelijkertijd mee. Ik help de kerstman. En ik heb spierballen. Yes. Maar als we naar de volgende wereld willen om nog groter te worden, dan moeten we dit ding kunnen wegslepen. Oh my gosh. Die reep is 100 keer groter dan mij, maar wij zijn 100 keer sterker. Let's go. En dit cadeautje is vele malen groter dan die van net. Ik kan het niet meenemen. We zijn nu level 152 en deze taart is te zwaar, maar we begonnen als level 0. Dus we zijn goed bezig. Alleen we willen naar level 999 om de sterkste Huggy Wuggy ever te worden. Dus ik train er weer op los in versnelling. We hebben geen energie meer, maar we zijn groot. Dus we kopen er weer wat bij. En we gaan voor een nieuwe pet. Een patatje. Een frisdrankje. En het is weer tijd om te trainen. Onze pets zijn raar. Het is een kalkoen en een frisdrank. Zie je dat al voor je? Ja, sorry, ik moet naar huis. Ik moet me
frisdrank eten geven. Dit is geen huisdier. Hond, kat, dolfijn, mijn oma. Dat zijn huisdieren. Ik bedoel, je snapt wat ik bedoel. Maar kunnen we dit ding meeslepen? Oh my gosh. Het is een mega kalkoen. Maar we nemen het mee als een kuikentje. Dit meisje sleept gewoon taarten mee. Ik wil ook een taart. 2 taarten. 3 taarten. Dit gaat waarschijnlijk niet lukken. Of misschien ook wel. Ik zeg het toch. Wij worden de sterkste Huggy Wuggy in de geschiedenisboeken. Staan er überhaupt Huggy Wuggies in geschiedenisboeken? Zometeen wel. En ik hoor niks meer. Goed zo, neem die taarten mee. Maar als we naar de volgende wereld willen, moeten we deze frituurpan meeslepen. Oh, het lukt. Yes, we zijn zo sterk. Ah. Ja, wat? Als je sterk bent, moet je sterk klinken. En nu is het weer training geblazen. We zijn bijna level 400. Dat betekent extra spierballen. Als iemand een spierbal wil lenen, Huggy Wuggy heeft er genoeg. Alleen je moet ze wel teruggeven, anders eet hij op. Klein detail. Oh, we zijn zo goed bezig. We zijn bijna level 500. Dat betekent dat we op de helft zijn. Alleen ons energie hebben we bijna allemaal opgemaakt. Maar gast, ik ben groot. Kunnen we dit ding meeslepen? Nee, het is te zwaar. En dit cadeau misschien? Nee, ook niet. Maar eerst wat extra energie. We zijn ook veel sneller ineens. Oké, daar gaan we weer. Voor die extra gains. Moeten we de volgende keer Kissy Missy ook sterk maken? Dan ben ik benieuwd. Wie zou er winnen in een battle? Huggy of Kissy? Op dit moment Huggy Wuggy, want hij is bijna level 700. Maar ik denk dat als we Kissy Missy trainen, dat ze de wereld ook kan eten. Ik bedoel, sterk kan worden. En de wereld kan eten. Als we zo doorgaan, breken we waarschijnlijk dit spel. Worden we gekickt of zo? Oké, daar gaan we. Het is gelukt! We nemen de basketbalkorf mee! Oh. 1 cadeautje, 2 cadeautjes, 3 cadeautjes. En we nemen het mee. Alsof het niets is. Boven ons hoofd staat nog steeds dat we een zwakkeling zijn. Daar ben ik het niet mee eens. Als we naar de volgende wereld willen, moeten we dit ding achter ons meenemen. En dat is nog steeds te zwaar. Dus wij moeten ook zwaarder worden. We zijn bijna level 900. En misschien kunnen we wel hoger dan level 999. Ik blijf ervoor gaan. Alsof mijn leven ervan afhangt. Terwijl dat niet echt zo is. Want Huggy Wuggy is zeg maar degene met de scherpe tanden dus. Oh my gosh. Yes! We zijn boven de level 1000. Alleen ons energie is bijna weer helemaal op. We lijken wel op de Hulk, maar dan blauw. De Hulk die het koud heeft. Oké, ik denk dat het nu wel gaat lukken. 3, 2, 1. Nee! Nog steeds niet. Jawel. Jawel, het is gelukt. Tijd voor de nieuwe wereld. Oeh. En wat? We moeten een hele tractor meenemen? Maar natuurlijk kan dat niet. Nog niet tenminste. We kopen weer energie erbij. En we trainen er weer op los. We gaan door totdat we de sterkste in Roblox zijn. Sterker dan Baldi, Slender, Jeff the Killer. Iedereen bij elkaar. Wij worden de sterkste creepypasta. Alleen ons energie gaat zo snel naar beneden. Die gewichten hier zijn zwaar. Ik ben benieuwd wat we zo meteen gaan slepen. Spam in de comments. Wat is het zwaarste wat we Huggy Wuggy kunnen laten tillen? Als alles tilbaar is. Een school, een trampoline. Polinepark, Bob's een bil. Laat mijn bil met rust. Nou, dat liever niet. Mijn energie gaat sneller op dan een bak met poffertjes die naast mij staat. En die gaan snel op. 3, 2, 1. We moeten weer energie kopen. Oh my gosh. Mega fitness. En we begonnen als baby noob. Laten we eerst deze wortel meeslepen. Er zit een wortel aan mijn bil. Of nee, ik verbeter mezelf. Er zitten 3 wortels aan mijn bil. Maar ik wil het gewoon proberen. De tractor. Oh my gosh. Het lukt. Of tenminste, nee. Er is hier gewoon een grote gast die alles laat glitchen. Maar we hebben hier wel 3 tomaten. En ik denk dat als we erop gaan zitten, dat de tomaten saus wordt. Wat zit er in deze dozen? Het moet wel heel zwaar zijn, want hoe erg ik ook mijn best doe, ik krijg het bijna niet vooruit. Come on, Huggy Wuggy. De laatste stukjes. Je moet de sterkste creepypasta ever zijn. 3. Ik telde te langzaam. Het is weer traintijd. Ik ben zo sterk dat ik nu zelfs kan trainen zonder mijn handen te gebruiken. Normaal moet je klikken, maar nu kan ik gewoon chillen, terwijl hij al het werk doet. Huggy Wuggy, echt waar, je bent een baas. Vooral als je mijn kamer opruimt. Daar moet je ook sterk voor zijn. Je moet Bob kunnen oprapen. En 20 taco's! En 20 taco's. Oh, we zijn nu echt heel erg groot. We slepen deze hooibaal mee. We slepen er 2 van mee. 3, 2, 1. Maar ik ga het toch proberen. Ik moet het proberen. Yes! Langzaam, maar toch. We nemen de tractor met ons mee. Hij is dezelfde kleur als ons. Waarom sta ik daar? Ik wil geen shirt kopen, Roblox. Ik wil tractors slepen. Als wij over de finish zijn, is dat nog niet genoeg. De wielen van de tractor, die moeten er overheen gaan. Come on. En we trainen er weer op los. Nog steeds zonder handen. Tijd voor extra energie. Zoveel Robux uitgegeven. Maar nu gaan we het proberen. De deur. Kunnen we die open krijgen? Oh, nee. Of tenminste, jawel, ik zag het een beetje. Ik zie hem een beetje waggelen. Kom op, we kunnen dit. We zijn net niet sterk genoeg. Ik bedoel, ik zie hem bewegen. Maar de deur is sterker. Dus we gaan weer verder. We zijn zo groot. Alles wat we zien lijkt klein vergeleken met ons. Ik ben wel benieuwd. Wat is het sterkste dat we kunnen worden? Op een gegeven moment passen we niet eens meer in Roblox. 1, 2, 3, 4. Waarom tel ik? Is niet nodig. Ik kan gewoon een beetje mezelf uittrekken. Slokje water nemen. En een selfie maken. En ondertussen trainen we verder. Iets in mij zegt dat we sterk genoeg zijn nu. Epische muziek.
Oké, deur. Je denkt dat je beter bent. Je denkt dat je sterker bent, maar ik... Come on. De deur trekt mij letterlijk weer terug. Ik ben zo benieuwd wat erachter zit. Het moet wel iets cools zijn. Anders was het nooit zo lastig geweest. Ik bedoel, deze tractor nemen we mee alsof het niks is. Dus de deur moet zoveel malen zwaarder zijn. Het verbaast me dat we nog steeds hetzelfde shirt dragen. Dat we er nog niet zijn uitgescheurd. Ik bedoel, de Hulk, wanneer die groot wordt, scheurt zijn shirt. Het is logisch, want... Er bestaat geen XX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 
snelheid, terwijl er niemand in de tractor zit, maar oké. Okay. Ik ga de deur weer proberen. Ik ben koppig, maar dat moet ook wel. Oké, deze keer komen we echt heel dichtbij. Je ziet hem letterlijk opengaan, maar op het laatste moment niet. Dus we trainen weer rustig verder. Ik wil niet meer trainen. Ik wil de deur openen. Why now? Wat zou Huggy Wuggy eten om zo sterk te worden? Ik bedoel, trainen is één. Maar je moet natuurlijk ook energie hebben. Eiwitten. Ik denk dat hij een schoolbus eten als ontbijt, een kinderboerderij als lunch en misschien een heel land als avondeten. En als tussendoortje de maan, Pluto, Mars. Niet Mars als in de chocoladereep, maar Mars, de planeet. Huggy Wuggy is een beest. Hij heeft een nieuwe bijnaam nodig. Ik bedoel, Huggy Wuggy is dit. Hij is klein, slank, niet sterk, maar wij zijn mega sterk. Bedenk een bijnaam in de comments voor deze sterkste Huggy Wuggy. Oh, oh, ja, we hebben de deur! We hebben de deur! Sorry deur, maar ik moet er langs. Oh, my gosh, dit is epic. Wauw, de gewichten zien er anders uit. Check dit, dude. Dit is insane. Het leek wel een half uur geleden dat Huggy Wuggy nog klein was. Dat is een half uur geleden. Ik denk dat er nog nooit iemand op de wereld zo snel bodybuilder is geworden. Ik bedoel, dat kost een hoop kracht, moeite en energie. Maar wij, wij klikken. Onderschat de kracht van de wijsvinger niet. Waarschijnlijk moet ik zo meteen weer energie kopen. En ik zal het doen, ook al ben ik er niet trots op. Of om eerlijk te zijn, ik ben er wel trots op. Kom op, Huggy Wuggy. Denk aan al die creepypasta's die je kunt verslaan. Sommige creepypasta's zijn vrienden, maar sommige hebben enige rivaliteit. Ze vinden elkaar aardig, maar ze willen elkaar opeten. Weet je, dat heb je met sommige mensen. Hey, je bent best cool, maar ik wil je gezicht eraf bijten. Het is heel normaal, het kan, weet je. Ook op woensdagen, misschien niet op dinsdag. Ik wil niet weten hoeveel spierpijn die morgen heeft. Ik bedoel, spierpijn, weet je wel. Pijn in je spieren, van het bewegen met je spieren. Oh, we zijn gigantic, staat er. Ja, we lijken wel de Titanic. Oké, weet je wat? Laten we dit cadeau meeslepen. Oh, dat gaat langzaam. Ik denk dat het alleen al een sport is voor ons om te lopen. Maar dat we al die spierballen moeten meedragen. Oeh, daar gaan we weer. Alsof het niets is. En ik heb iets gekocht waardoor we nu 2 keer zo snel trainen. En terwijl ik dit doe, vraag ik me af, waarom maak ik hem sterker dan die al is? Deze dude rent achter je aan in een ventilatieschacht. Hij heeft geen kracht nodig. We hebben ons doel al lang gehaald. We wouden level 999 zijn en we zijn bijna level 4500. Maar ik wil in ieder geval nog die laatste deur openen. Wat eigenlijk een muur is. Nee, serieus, een muur. We moeten letterlijk deze muur eruit breken. Dat is echt de laatste challenge. Als we dat hebben gedaan, oh, come on, come on. Dat lukt niet. We zijn niet sterk genoeg. Trainen alsof ons leven ervan afhangt. Wat ook wel een soort van zo is. Want ik denk dat Huggy Wuggy zichzelf opeet wanneer hij honger heeft. De battle stopt pas wanneer ik het zeg. Of wanneer het avondeten klaarstaat. Snap je? Je moet luisteren naar het avondeten. Oké, we gaan weer naar de muur. En we proberen het weer. Come on! Oh my gosh. Je maakt een grap. Dude! Maar laten we eerlijk zijn. Dit is hoe we begonnen eventjes geleden. En we zijn nu de sterkste Huggy Wuggy ter wereld. Kijk onze spierballen. Op dit moment 0. 0 euro. En als je het niet gelooft, dit is waar Huggy Wuggy slaapt. In het busstation. En het enige wat hij heeft is deze fiets. Het is een mooie fiets. Maar aan het einde van de video is Huggy Wuggy de rijkste dude in Roblox. En zo niet zitten we in de gevangenis. Achter me staat het politiebureau alvast. Maar om dit voor elkaar te krijgen, moeten we hard aan het werk. Stap 1. We gaan naar school. Misschien kunnen we hier iets leren, waardoor we alle Robux kunnen krijgen ter wereld. Kantoor van de directeur. Oké, ik kan dit. We gaan gewoon naar binnen en wacht eens even. Is hier geen directeur? Een directeur is de baas. De baas heeft geld. Met andere woorden, ik ben de directeur! Yes! En dat betekent, ik ga snel naar buiten toe, dat we een auto hebben! Ik bedoel, de directeur moet naar school rijden, dus deze mooie auto is van ons. Dat deden we in 15 seconden. Dit gaat de goede kant op. Onze volgende stop, de fitness. Als we de rijkste willen zijn in Roblox, moeten we natuurlijk ook, whoops, goed getraind zijn. We moeten al die zware zakken met geld kunnen dragen. Oké, daar gaan we. Onze spieren moeten goed getraind zijn. Want die zakken Robux zijn nog zwaarder dan Kissy Missy. En we zijn klaar. We hebben heel de dag getraind. Het is avond. En door al dit harde werk, ons eerste huis. 5 minuten geleden sliepen we nog in het busstation. Dat gaat zo snel. Maar als we de rijkste in Roblox willen zijn, kunnen we niet in onze luie stoel blijven zitten.
Dus we gaan eruit. Ik bedoel, dit is een prachtig huis met een mooi bed en een mooi toilet. Maar er is veel te veel werk aan de winkel. Dus zelfs in de nacht gaan we verder. Dit is het winkelcentrum. En je denkt misschien, Huggy Wuggy, het is nacht. Hoe kun je daar nou weer geld verdienen? Nou, in het winkelcentrum is er vaak eten over. Dat eten nemen wij mee. En we verkopen het. We hebben de popcorn. Doe maar een colaatje. Mensen houden van cola. En natuurlijk een patatje. De robot is onze eerste klant. Alsjeblieft. Nice! Nou, die dude hiernaast wil de popcorn. Verkocht. En dit meisje hier wil een cola. Voor jou. Oké, alleen nog het patatje. Alsjeblieft. Je patat. Nice! We hebben nu genoeg geld voor een nieuwe auto. Oh, snap. Dit ding is echt mooi. En wacht eens. De supermarkt. Ze zijn vergeten de deuren te sluiten vannacht. Er is niemand bij de kassa. Wacht even. Wat? Een hele taart. Ik neem een wagentje mee. Een appel. Een stuk vlees. Oeh, chocola. Dat verkoopt goed. En ja, er is niemand. Dus... doei, doei. Ik laad het snel in mijn auto. En ik rijd vlug naar huis. Oh my gosh. Ik heb letterlijk de winkelwagen meegenomen. En hij staat in mijn woonkamer. Oké, ik pak nog een paar uurtjes slaap. En dan gaan we morgen weer aan het werk. Oh, dat was een lekkere nacht. En... dit is niet meer waar ik slaap. We hebben namelijk inmiddels een huis. 2 auto's. Wacht eens even. Onder deze kerstboom liggen cadeautjes. En het cadeautje kan open. Dit kan ik verkopen. En in het tweede cadeautje. Kom op, geef me iets duurs. Ik heb letterlijk een speelgoedhuis. En dat ga ik verkopen. Maar voordat ik dat doe, geef ik een optreden. Iedereen betaalt voor goede zangkunsten. Ik heb niet zoveel publiek, dat is waar. Maar je moet ergens beginnen. Na alles verkocht te hebben, gaan we naar de Topia Bank. Oké, we gaan snel naar de automaat. En check dan. Als ik dit geld goed investeer, gaat het ons lukken. We gaan hier naar beneden. Dit is het station. Als we rijk willen worden, moeten we ook geld besparen. Dus geen benzine, geen dure auto's. We gaan gewoon met de metro. En waarom niet? Het is voordelig, het is makkelijk, we kunnen lekker zitten en we gaan naar een speciale plek. Oh ja, er was niemand in de metro, dus ik bestuur hem. Ik weet niet of dat handig is, maar het werkt. Hey, we moeten elke mogelijkheid aannemen om te werken en geld te verdienen. We zijn een schooldirecteur geweest, een zanger, een metrochauffeur. Dit is mijn halte, ik moet er hieruit. We hebben letterlijk 3 banen. Je moet er wat voor over hebben, Huggy Wuggy, om de rijkste doer te zijn ter wereld. Oké, we gaan snel naar boven, want voordat het donker wordt, heb ik nog iets te doen. Oh my gosh. We gaan stiekem naar binnen. En we zijn op zoek naar iets van eten. Een chocoladereep. En hier een witte chocoladereep. En ik was hier mijn handen, want dat bespaart op water. Ik maak hier ook mijn avondeten, want dat bespaart op gas. En om elektriciteit te besparen, eet ik het voor de tv. Die niet van mij is. En ach ja, nu ik hier toch ben, laat ik hier gelijk even een dutje doen. Hiermee heb ik zoveel bespaard dat ik een nieuwe investering kan maken. Een limousine. En ik hoor je denken, Job, een limousine is toch geen investering? Zeker wel. Met een taxi kun je geld verdienen. En met een limotaxi al helemaal. Met deze limousine haal ik de rijkste spelers in Roblox op. En die breng ik naar hun werk. Dat betekent veel fooi. Dit is mijn 4e baan. Met al het geld wat ik heb verdiend aan het rondrijden van rijke Roblox spelers, heb ik nu genoeg voor een vliegticket. En ik heb zelfs nog een beetje over. Maar dat gebruik ik later. Oké, ik moet me haasten. Snel naar boven toe. Het vliegtuig vertrekt over 30 seconden. Nice, net op tijd. Nu kan ik 2 dingen doen. Ik kan hier gaan zitten als een normale passagier. Maar we hebben zo hard gewerkt. Dus we nemen een eerste klas suite. Oh my gosh. Appeltje erbij, chocolaatje erbij. En even relaxen totdat het vliegtuig is geland. We zijn nog onderweg, dus weet je wat? Ik gebruik de tijd om even lekker te douchen. Hoeven we dat thuis niet te doen. Maar ik denk dat het tijd is voor een 5e baan. Namelijk het zijn van de piloot. Geloof me, dit levert een hoop Robux op. Ik heb nog een beetje rugpijn van de hele dag in die limotaxi zitten. Maar we willen de rijkste Huggy Wuggy ter wereld zijn. Oh nice, we landen bijna. Yes, we zijn geland. En we zijn op een speciale plek. Wauw. Ik heb namelijk deze vulkaan gekocht. En dat met een reden. Mijn strandhuis. Dit is ons 2e huis. En het is prachtig. En nu ik hier toch ben, laat ik even iets fixen via mijn computer. Want alleen maar in de warmte zitten, wie wil dat nou? Yes, gekocht. Je vraagt je misschien af wat ik heb gekocht, maar dat laat ik morgen zien. Ah, dat was een lekker nachtje. Ik heb het alleen wel heel warm van dat huis. Maar gelukkig heb ik een iglo gekocht. Huggy Wuggy is de rijkste in Roblox. Tenminste, bijna. We moeten zo nog 1 ding doen. Maar eerst genieten van ons 3e huis. Ik weet niet of dit telt als een huis, maar... het is prachtig. En er zit een open haard in. Knap dat de iglo niet smelt. En wauw, plassen in een iglo. Mijn droom komt uit. Terwijl ik in bad lig, in mijn pilootoutfit, kan ik vertellen wat mijn laatste stap is om de rijkste te worden in Roblox. Ik ga wisselen van baan. En je denkt waarschijnlijk, Huggy Wuggy heeft al 5 banen. Wat is je plan precies? Dat vertel ik nadat ik het geheime gedeelte van de iglo heb laten zien. Dit hoort allemaal bij de iglo. We kunnen hier zelfs naar beneden voor de 2e badkamer. En dus ook de 2e wc. Kijk hoe ik flex. Wauw, dit is serieus gigantisch. Dat dit letterlijk allemaal in 1 iglo past. Het is bizar. Even bizar als douchen met je kleding aan. Oké, de laatste stap om de rijkste te worden. Daarvoor moet ik eerst mijn looks veranderen. Kledingzaak. Om rijk te worden, moeten we er rijk uitzien. En dat haar kan echt niet. Dus we gaan zitten en... yes! Vele malen beter. Ja, oké, je ziet zijn ogen niet. Maar dat is de bedoeling. Hoe kunnen we nou rijk worden als mensen weten dat we Huggy Wuggy zijn? Niemand gaat ons aannemen als ze denken dat we een bloeddorstig monster zijn die hun gezicht eraf wil eten.
Logisch. Oké, even een snelle hap. Maaltijd in 1 minuut. Klinkt precies als wat ik nodig heb. Een lekker makkelijke pizza. Dans. En we moeten natuurlijk door blijven gaan met onze oefeningen. Oké, we gaan snel naar buiten. Een dierenspeeltuin openen. Ik heb de dierenspeeltuin gekocht. Misschien. Hier kunnen dieren in een jacuzzi. Ze kunnen over deze koele brug heen lopen. Slapen in een van de tenten. En als ze echt durven, kunnen ze zelfs op de draaimolen. Huggy Wuggy is de rijkste ter wereld. Het was best lastig. Maar we hebben alweer een 4e, 5e, 6e huis. En nu mogen we eindelijk relaxen. Maar wat is hierboven eigenlijk? Oh, wauw. Kerstboom. Nog een keer naar boven. Een prachtige slaapkamer. Weet je wat ik eigenlijk wil doen? En daarvoor moet ik op de computer. Ik wil verhuizen. Ik meen het echt. Huggy Wuggy heeft een vriendin. Nu die de rijkste ter wereld is. Alleen ze kan niet zo goed rijden. En Huggy Wuggy zijn nieuwe vriendin brengt hem naar zijn hoeveelste huis? Ik heb geen idee. Ze moet echt nog een keer op rijles gaan. En ja, dit is het grootste huis tot nu toe. Ik heb trouwens mijn normale kleding weer aangedaan. Ik hoef er niet meer rijk uit te zien. Onze missie is behaald. Piano, nice. Grote trap naar boven. Slaapkamer 1. En hier waarschijnlijk slaapkamer 2. Nee, dit is tenzij je op het toilet wil slapen. Nee, dit is de badkamer. En hier slaapkamer 3. Huggy Wuggy heeft zelfs zijn eigen paard. Die hij waarschijnlijk opeet, maar nu nog niet. In de skilift. Come on. Huggy Wuggy is de rijkste van iedereen. Dit is geniaal. En deze skilift gaat naar een speciale plek. Helemaal uit deze stad. Namelijk Adopt Me. En ook hier is Huggy Wuggy de rijkste. Dus wij kopen de slee van de kerstman. We hebben hier zoveel koekjes voor nodig. 3, 2, 1... We kunnen nu letterlijk de kerstman helpen. We hebben een slee. Oh, dit is amazing. Wat moet Huggy Wuggy nog meer kopen? Spam het in de comments beneden. Ik bedoel, hij heeft alles al, toch? Of wacht, wat nou als hij een eiland koopt waar alle... Oh my gosh, ik val naar beneden. Oh, alle creepypasta's kunnen wonen. Is er een wegenwacht in Adopt Me? Want dan moeten ze langskomen. Oh, wacht. Er is nog één ding wat Huggy Wuggy niet heeft. Een huisdier. De walrus. De zomerwalrus. En de gouden walrus. De kans op de gouden is 4%. Waarschijnlijk gaat dat niet lukken, maar we hebben een doos gekocht. We maken hem open. En de walrus is... De normale. Die alsnog echt super cute is. Maar we kopen er nog één. Come on, Huggy Wuggy is de rijkste in Roblox. Oh, de zomerwalrus. Maar wacht, dan moeten we dus alleen nog maar de gouden. Why now? Goud, goud. Spam goud in de comments. Goud, het is... Oh, of niet? Nee, sorry. Ik werd even blij voor. Nee, alleen 3 huisdieren. Dat is niet genoeg. Oh my gosh. Deze is duur. Adopt. Maar we hebben hem gekocht. We hebben een koekje als huisdier. En we kunnen hem eten wanneer we honger hebben. Ik bedoel, nee, we houden van hem. Dit is zo schattig. Bedenk een naam voor het koekje in de comments. Maar ernaast hebben we de sneeuwdraak. 190 Robux. Boy nou. Hij is zo cute. Zouden we erop kunnen vliegen? Geen idee, maar spam mijn naam in de comments. Ik hoop alleen niet dat hij het koekje opeet. Het blijft een draak. Maar er is nog veel meer. Een ijsbeer. We kunnen zometeen letterlijk een dierenpark beginnen. Oh my gosh. Oké, deze ijsbeer is best groot. Ik denk dat hij Huggy Wuggy opeet in plaats van Huggy Wuggy hem. Maar let's go. Bedenk een naam voor de ijsbeer. En dan als laatste, de duurste. Dit legendary hertje. Boy. Bambi lijkt me een leuke naam. Maar spam er alsnog één in de comments. En deze is het schattigst. Alleen Bambi heeft het koud. En omdat we de rijkste zijn, kunnen we daar wat aan doen. Boy. We hebben een koekjeshuis. Maar eigenlijk hebben we dan het koekje nodig. We gaan naar binnen. Wauw. Van de binnenkant ziet het er niet zo koekjesachtig uit. Ik had eigenlijk gehoopt dat het echt van koekjes was. Dan zouden we het huis kunnen eten wanneer we willen verhuizen. En er staat bijna niks in. Maar gelukkig nu wel een bed. Maar er is nog één duurder huis. 391 Robux. Ik heb hem al gekocht. En ik moet zeggen, deze is een stuk groter. Laten we naar binnen gaan. Oh my gosh. Een open haard. Een mooie keuken om het koekje te bakken. Ik bedoel, nee, we eten hem niet. En als we naar boven gaan. Wauw. Een tv, een bank. Hier een slaapkamer. Waarop je kunt genieten van het sneeuwuitzicht. Het lijkt alsof ik aan het zonnen ben, maar het is letterlijk aan het sneeuwen. En hier, als we nog één keer naar beneden gaan, kunnen we nog deze kant op voor een mega slaapkamer. Hé, Koekje, waar ga je nou heen? Hij is letterlijk in slaap gevallen op de grond. We moeten even een bed voor hem fixen. Kijk eens aan. Letterlijk een bed in de keuken. Lekker naast de koelkast. Dat is handig. En om het mee af te sluiten, een lekker stukje pizza. Huggy Wuggy is de rijkste. En heeft veel te veel huisdieren. Dus waarschijnlijk is hij het zometeen niet meer. Op dit moment niet zoveel. Ik ben een mega dunne kleine Huggy Wuggy. Maar aan het einde van deze video wil ik de zwaarste, grootste ter wereld zijn. Dus we beginnen met het eten van dit lekkere koekje. Ik bedoel, dit ziet er verrukkelijk uit. Alleen is het genoeg om de zwaarste ter wereld mee te worden? Ik denk het niet. Dus we gaan naar de winkel voor het eten. En we kopen het kerstkoekje. Oh my gosh. Dat ding is groter dan mijn hoofd. Alleen wat we ook nodig hebben is meer eetpower. Ze worden wel steeds duurder. Ik ben een stuk zwaarder. En we blijven doorhappen. Waarschijnlijk zijn er geen koekjes meer over voor kerst. Oh nee, wat? Oh.
Oh my gosh, nee! Ik ben opgegeten! Aan de ene kant is dat een goed teken. Mensen zouden ons niet eten als we niks zouden wegen. Ik bedoel, dan is er bijna niks te eten, right? Laten we een boost halen. Automatisch eten. Ik hoef nu letterlijk niets te doen. We eten automatisch. We gaan naar de winkel. Halen we een nieuw soort eten. En dat is deze ijslolly. Ik ben nog steeds best klein. Vooral als ik naar de andere spelers kijk. Het volgende eten is een banaan. Oké, dat gaat de goede kant op. Ik bedoel, het is fruit. Fruit laat je groeien. Is dat de les van deze video? We willen dat Huggy Wuggy de wereld op kan eten. Het volgende eten is een ijsje met 3 bolletjes. Spam in de comments. Wat is de beste ijssmaak? Ik bedoel, ijs is lekker, maar echt groot worden we er niet van. Oh my gosh. Iemand probeert me op te eten. Dus we kopen een taart. Oh my gosh. Dat ding is mega. Er zijn zoveel spelers. Ik loop er even van weg. Ik kan niet groeien als iedereen kijkt. Eigenlijk wil ik nu een speler eten. Het is misschien niet aardig. Maar we zijn al best wel groot, toch? Ik heb mijn allereerste speler gegeten. Dat was lekker. En daar staat er nog één. Nee, ik word opgegeten. Laat me met rust. Ik eet weer verder van mijn taart. Maar ik ga naar de winkel. We halen toast. Dude, dat brood is zo groot. Wat hebben we hier? Dude, wat? Is dat een konijn? Het is een broodje in de vorm van een konijn. Maar ja, ik ben op zoek naar een toetje. En ik denk dat ik er hier een zie lopen. Kom hier, jij bent mijn toetje. Jij bent mijn toetje, ja. Ik ben letterlijk een speler aan het opeten. En ik wil jou ook eten. Kom hier. Oh my gosh. Ik ben alle spelers aan het kanen. Kan ik jou eten? Ja, natuurlijk. Dit is al mijn derde toetje, besef dat. En ik wil deze bacon hair eten. Het volgende eten is een watermeloen. Wat? Dat zijn de grootste 3 stukken ever. Het lijkt wel een huis van watermeloen. Stel voor jij zou in je favoriete eten kunnen wonen. In wat voor huis zou je dan wonen? Ik denk in een donuthuis. Oreo-huis? Niet iets van chocola, want dan smelten de muren in de zomer. Oh my gosh, ik eet een speler die even groot is als mij. Oké, nu gaat het echt goed. En die daar rent voor me weg. Wacht maar totdat ik je te pakken krijg. Of jij hier, die achter me loopt. Ook geen probleem, even een tussendoortje. Ondertussen eet ik mijn watermeloenen. Er zit alleen ook een speler achter mij aan. En hij heeft me. Ik ben weer even klein als in het begin. Maar ik koop er zoveel mogelijk eat power bij. Hiermee kan ik sneller, maar vooral meer eten. Elke mond ziet er anders uit. Ik neem een hap van mijn watermeloen. En oh my gosh, nu word ik serieus groot. Nog steeds niet de grootste van iedereen. Maar de watermeloen die net mega leek, stelt nu serieus niks meer voor. En zelfs de spelers die eerst groot leken, kan ik nu opeten alsof ze een snackje zijn. Gewoon een kruimeltje. Alleen als ik mijn kilo's verkoop, ben ik weer mega klein. We halen weer meer eat power erbij. En nieuw soort eten. Oh nee, iemand wil me opeten. Hij rent achter me aan. Maar als ik deze eet, ben ik groter en kan ik hem opeten. Kom hier, je wou mij eten? Nou, nu is de beurt aan mij, vriend. Yes, ik heb hem. Deze dude wou mij eten, maar ik werd groot. Oh my gosh. Spam in de comments. Hoeveel kilo wegen we nu? Het is zo grappig hoe we nu mini zijn, maar na 1 hap de grootste in het spel. Of tenminste, bijna. Nog niet helemaal, dus er is werk aan de winkel. Het is tijd voor een rebirth. Daardoor zijn we sneller, maar beginnen we wel weer helemaal opnieuw. Het kent ze voor en nadelen. We kopen het ijsje weer. En ik weet het, die hadden we net ook al. Maar door de rebirth moeten we alles weer opnieuw kopen. Maar geloof me, we gaan de grootste worden van iedereen. En we groeien nu al best wel snel. Zo snel dat we deze dude kunnen eten. Ook al is die bijna even groot als ons. Hij is weg in 1 hap. Laten we de banaan weer kopen. We zijn de dunste in het spel. Maar na 1 goede hap valt dat best wel mee. Ik heb nog nooit zo snel iemand een banaan zien eten. Het is een wonder. En ons nieuwe eten, wat we misschien nog kennen van net, is het ijsje. Oh. Die ons vele malen groter maakt. Ik wil nog steeds de grootste in het spel worden. Dus voorlopig geven we niet op. Maar ons nieuwe eten is een kerstdonut. Ziet er lekker uit. En laat ons flink groeien. Zo flink dat ik hier iemand zie die we misschien wel als een snackie weg kunnen werken. Dit is echt bizar. We eten spelers op alsof het niets is. Huggy Wuggy eet alles op alsof het niets is. En raad eens wat we weer terug hebben. Onze veel te grote taart. Waarvan wij natuurlijk ook een stuk groter worden. Ik zie daar weer iemand lopen. Hij probeert iemand op te eten. En nu eten wij hem op. Dus eigenlijk hebben we 2-in-1. En we hebben weer even iemand voor onderweg. En ondertussen eten we onze taart verder. Maar nu wordt het serieus. Een nieuw soort eten. Deze dude achter ons is nu nog groter dan ons. Maar na 1 hap zijn wij zo groot dat we hem in 1 keer kunnen opeten. Alleen hij is gevlucht. Dude, ik ben mega. En we gaan nog door met eten. Dus als het goed is worden we nog groter. We worden weer heel even mini. We kopen rijst. Ik loop even naar een rustige plek. Ik denk namelijk, dat is heel veel rijst, dat we de ruimte nodig gaan hebben. Snapperoni. Ik zie daar iemand lopen. Kunnen we hem misschien even proeven? Ja, we kunnen hem zeker proeven. En hij smaakt lekker. Zouden we deze dude hier kunnen eten? My gosh, en hij was zo groot. We eten erop los. Al denk ik dat het tijd is voor een nieuw soort voedsel. En deze keer is dat soep. We gaan weer naar onze vertrouwde rustige plek. We pakken de soep erbij. Mijn hoofd zit er letterlijk in. Laten we een slokje proeven. Dude, ik ben echt mega. Er staat hier zelfs iemand op het dak. Ik zie hier iemand eten. Die ik denk ik wel aan kan. Oh my gosh, ik pak hem ook gewoon op met 1 hand. En we eten weer verder. Ik ben bijna de grootste ter wereld. Alleen die blonde dude, daar is groter. Dus we verkopen onze kilo's. Waardoor we gewoon een wandelende kom met soep zijn. We kopen de biefstuk. Is de biefstuk groot?
Gast, van wat voor soort koe is dat? Van een maankoe? Hebben ze koeien op de maan die groter zijn dan aardse koeien? Ik weet het niet, maar we eten het en let's go! Oh my gosh. Dat is de frontman. Dit is letterlijk de Squid Game baas. En we eten hem op terwijl hij net iemand aan het eten was. Dus eigenlijk eten we 2-1. Hier achter de winkel loopt er iemand achter een speler aan. Maar hij heeft niet door dat er grotere vissen in de zee zijn. Sorry man, je wou een speler eten, dan eet ik jou. Kunnen we nog groter worden dan dit? Een stuk taart. Dat klinkt als iets mega groot. We gaan van kleinste in Roblox met één hap naar de grootste die er is. En we kunnen gelijk een speler eten die voor ons staat. Oh, we eten alles op. Dit is bizar. Ik ben aan het eten voor mijn leven. Ik koop een nieuw soort eten. Een extra eating power. Oh, je eet mij op omdat ik even klein was? Maak je geen zorgen, dude. Ah, wat smaakt wraak zoet. Letterlijk. Hij smaakte naar vanille. Ik ben toast aan het eten. Maar ik ben nog steeds niet groot genoeg. Moment van de waarheid. Oh, dat brood is best wel groot. Net zoals wij. Op dit moment is iedereen groter dan ik ben. Maar met dit mega brood. Oh my gosh. Je maakt een grap. Ja, ja, het is gelukt. We zijn de grootste ter wereld. Iedereen die groot is, kunnen we eten. Alsof het niks is. Zo zie ik bijvoorbeeld hier nog iemand. Waar ik op zich wel een hapje van lust. Hij heeft ook blauw haar, maar nu niet meer. En er staat daar iemand. En ook daar nemen we rustig een aantal hapjes van. We zijn letterlijk de grootste. De enige die bijna even groot is, is de dude met de regenboogvleugels. Maar ook die kan niet tippen aan onze gigantische grootte. Hé, de dude met het blauwe haar is hier weer. Ik dacht dat ik jou net al had opgegeten, gast. Kom op nou. Ja, we staan inderdaad bovenaan. En deze gast wilt wegrennen. Daar komt niks van in. Huggy Wuggy eet alles op. Gaan we hem opeten? Spam ja in de comments. Zoals ik het moet doen. Onderweg genieten we nog even van ons brood. Oh, hij is ineens verdwenen. Heeft het spel afgesloten. Weer de dude met het blauwe haar. Wanneer leert hij het nou eens dat hij niet bij Huggy Wuggy in de buurt moet komen? Oh, er is hier een heel groot iemand. En oh my gosh, hij is bijna even groot als ons. Maar we kunnen hem eten. En de dude met het blauwe haar. Oh, dit is echt al de... Is dit de vierde of de vijfde keer? Ik weet het niet eens. Wat ik wel weet is dat Huggy Wuggy de zwaarste ter wereld is. Spam in de comments. Hoeveel kilo denken jullie dat hij weegt? Ik durf het niet eens te raden. En hier hebben we iemand die een perfect tussendoortje kan zijn. Ik eet verder van mijn brood. En weet je wat? Kissy Missy. Die wil ik de volgende keer de grootste, zwaarste, rondste ter wereld maken. En om het echt mee af te sluiten, onze blauwe vriend, voor echt de tiende keer of zo, hebben we opgegeten. Oh, wacht. Hier is nog iemand. Oh. Wauw. Maar Huggy Wuggy is nog steeds niet klaar. Want met deze lekkere suikerspin kan het nog groter. Als ik zo doorga, kan ik de wereld eten. Ik verkoop mijn kilo's. Nu ben ik weer mini met mijn mooie buikie. En ik ga snel naar de winkel voor een nieuwe suikerspin. En ik koop een boost. Buy now. En nog een boost. Buy now. Waardoor ik nu 3 keer zoveel snoep krijg bij elke hap. En 5 keer... 5 keer? Ja, 5 keer. 5 keer zoveel muntjes als ik mijn kilo's verkoop. Oh my gosh. Ik zie niets in deze wereld wat groter is dan Huggy Wuggy en zijn buikie. En ik heb een smaak die mij iets zegt. Namelijk groene suikerspin. Ik loop hier door de sneeuw heen. Ik maak mezelf kleiner, want daar is een ei. Wat zit er in het ei? Ik wil... Nice! Ik heb mijn eigen pet. En we nemen weer een hap, dus ik wil weer groot worden. Wat een enge mond. Wat zou het volgende eten zijn? Dat is voor zometeen. Want er is hier een YouTube-ei. Wat zit er in het YouTube-ei? Oeh! Het is echt leuk om dingen te openen. En 3 keer is scheepsrecht. En oh my gosh, het duurste ei in dit spel. Alleen de maker kan deze openen. Of iemand die 250 Robux betaalt. En misschien ben ik diegene. Oh my gosh. De zeldzaamste pet in het spel. Of niet Kissy Missy. Oh, en Huggy Wuggy. Hey, jullie mogen hem niet opeten. Hij is letterlijk van goud. En als we nu een hap nemen, worden we dus nog groter. En het volgende eten is een regenboogsuikerspin. Alle creepypasta's volgen mij. De suikerspin ziet er goed uit en is zeker te eten. Maar wat zou het duurste eten zijn in dit spel? Ik bedoel, onze eerste missie was de zwaarste ter wereld worden. Alles eten. Nou ja, dat hebben we gedaan. Dus de tweede missie zou moeten zijn het duurste eten ooit krijgen. Is dat goud? Een chocoladepretzel? Ik ga hier bovenop staan en ik eet de pretzel. Wacht, het allerduurste eten is een sneeuwbal en een zuurstok. We hebben hier een kist, muntjes. En we worden groot in 3, 2, 1. Dit is toch bizar. We gaan nog 1 keer naar de winkel toe. Bye. Voor een witte pretzel. En deze smaakt al te goed. Is Huggy Wuggy de grootste? Bestaat er een grotere creepypasta op dit moment? Laat het in de comments weten. Oh, wow, wat gebeurt er? Het is een tijdje geleden dat ik hier ben geweest, zeg ik in Roblox. Deze plek geeft me zoveel herinneringen. Oh my gosh. Goede herinneringen? Jongens, zegt iemand. Blijf gefocust. Ik moet de groene videoband pakken. En die moet ik hier in de tv doen. In het Poppy Playtime spel heb je de trein nodig. Jongens, hoe kunnen we deze deur openen? We hebben denk ik een code nodig. Toevallig weet ik die code. Rood, geel, roze, groen. Het heeft te maken met de trein. Waarschijnlijk heeft iemand anders hem al. Ik wil hem intypen. Rood, geel, roze, groen. De deur gaat open. Het is gelukt. Oh
my gosh. Daar staat niemand minder dan Huggy Wuggy om ons te verwelkomen. Hoi Huggy Wuggy. Oh kijk, het is Huggy Wuggy, zegt iemand. Laten we kijken wat er is. Ik ben al onderweg. Ik ben de eerste. Ik heb het officiële Poppy Playtime spel gespeeld. Dus ik weet ongeveer wat je moet doen. In je broek plassen, dat is heel belangrijk. Oké, we moeten deze deur openen met een blauwe hand. Oh my gosh. Doen jullie dat maar jongens. Ik blijf bij Huggy. Ik wil op zijn hoofd staan. Sorry, het is mijn levensmissie. Yay. Dit is zo cool. Die actiefiguren zijn even groot als mij. We hebben de grab pack nodig. Oh my gosh. Yes. Ik kom eraan jongens. Wacht op mij. Hey, een sleutel. Zo gaat het in het spel ook. Alleen we moeten een heel parcours afleggen om bij de sleutel te komen. Oh my gosh. Ik wil de sleutel pakken. Ik wil eerst zijn. Aan de kant. Nee. Ik wil de sleutel pakken. Wacht nou. Iemand is zo mega snel. Oké, come on. Ik kan het nog halen. Nee, hij heeft hem al. Oh. We kunnen nu deze kamer in. En we moeten de elektriciteit aanzetten. Wat was dat voor geluid? Laten we snel zijn, zegt iemand. Oké. Wacht eens even. Een kelder naar beneden? Zo gaat het niet in het echte spel. Oh my gosh. Wat gebeurt er? Waarom kan ik hierheen? Ik snap het niet. Waarom is dit zo'n diepe kelder? Moet ik hier zijn? Wat hoor ik? Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is zo eng. Ah. We moeten snel weg. De deur is open. Oké, we rennen weer naar boven. Dit is echt een hele diepe kelder. Het is een kelder in een kelder. In een kelder. Hey, kissy missy. Dat hangt er wel in het echt. Oh my gosh. Waar is Huggy Wuggy? Die stond daar net. Ik weet het niet. Ik ben zijn oppas niet. We kunnen hier naar voren lopen. Maar ik word steeds banger. Oké, we kunnen hier in ieder geval inlopen. Zo. Oh my gosh, dat was niet goed. Er viel iemand. Maar we lopen door. En Huggy Wuggy staat boven de deur. Ja, ik kan niet echt aankloppen, dus ik ga gewoon naar binnen. Hier staan allemaal dozen met Huggy Wuggy's erin. Ik ga via deze trap naar boven, want dit is het gedeelte. Oh my gosh, wat gebeurt daar? We moeten 3 blokjes vinden. De gele, blauwe en rode. Wow, naar beneden, snel. Moet hier ergens liggen. Oh, ik zie wat. Ja, dit is de rode. Ik heb de rode. Dit is ineens open gegaan. En we kunnen er naar binnen. Geloof me, het echte spel loopt anders. Dus ik word nu echt bang. Ik weet niet wat er gebeurt. Oké, wacht even. Ik vind het serieus heel eng. Oh, hij staat daar. Hij staat daar letterlijk. Pepperoni met koude kaas. Hij staat daar. Aan de kant, dude. Ik zie hem daar letterlijk staan. Oké, we gaan weg. We kunnen deze kant op. Oh, wacht, hier naar beneden. Dit is echt gewoon een doolhof. Let's go, let's go, let's go. Waar ben ik? Oh, snapperoni. Hier is Huggy Wuggy. Dit is waar die wordt gemaakt. Oh nee, ik zit in de machine. Wat gebeurt er? Oh. Ik ben er alweer uit. Het lijkt nu letterlijk alsof ik een actiefiguur ben die gemaakt wordt. Zou op zich best kunnen, want ik heb mijn Huggy Wuggy skin aangetrokken. Da-da-da. Ik ben gewoon een blauw actiefiguur. Maar dit is zo bizar. Dit is letterlijk waar het Huggy Wuggy speelgoed wordt gemaakt. Iemand is hier naar boven gegaan om de elektriciteit aan te zetten. En dat is gelukt. Dus ik ga weer naar beneden. Doei doei. Alles wat we nu moeten doen. Wat hoor ik? Alles wat we nu moeten doen is deze deur openen. Huggy? Wat? Oh! Oh! Wacht! Hoezo? Ineens! Deze deur moet open! In het spel gaat deze deur open! Oh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Wat moet ik doen? Hij is heel dichtbij mij! Waar is de rest? Waar zijn de rest van de spelers? Waarom ben ik hier de enige? Oh! Ik vind het zo eng! Kan ik deze trap op? Zeg maar alsjeblieft dat het kan. Oh, het kan. Maar hij zit wel achter me aan. Alle andere spelers zijn af. Oh my gosh! Snel, 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 snel. Ik spring naar beneden. Let's go! Oh! Oh. Hier, doorheen. Ik moet overal doorheen. Hij is toch groot, dus hij kan me niet pakken. Nice, ik ben verstopt. Oh my gosh, hij wil me hebben. Alle andere spelers zijn al af. Ik ben de enige die over is. Oké, wacht. Ik moet hem om de tuin leiden. Oh, dat lukt niet. Oh, hij zit echt achter me aan. Kan ik over deze machine heen klimmen? Ah. Oh nee, dat kan hij ook. Oh my gosh. Niemand weet eigenlijk hoe de speler in het Poppy Playtime spel eruit ziet. Maar in dit spel wel. Oh my gosh. Dit is letterlijk hoe de speler eruit ziet. Hij heeft een P op zijn hoofd, hij is geel en heeft de grab pack. Ik weet niet of ik verder nog wat kan in dit spel. Ik wou dit gewoon even checken. Hier hebben we Huggy Muggy. Huggy. Wauw. Huggy Wuggy in de buggy. Op de muur. En oh snap, kan deze deur open? Oh my gosh. Dit is, sorry dat ik het zeg, dit is echt een soort 1 euro Huggy Wuggy versus de 100 euro Huggy Wuggy die we net zagen. Sorry dat ik het zeg. Kan ik überhaupt ergens heen? Oeh, wat is dit? Kan ik hierin? Dit is spannend. Waar ga ik heen? Ik heb geen idee. Ik vind het wel leuk dat je de speler hier kunt zien. Oh, kijk. De tweede hand. En wat als ik hier doorheen ga? Oh, snap. Waar ben ik? Oh, ik ben in de fabriek. En wacht eens even. Oh my gosh. Dat is zo creepy. Huggy Wuggy, ik geef je een kusje. Heb je het tanden goed? Heb je... Ja. Oké. Mwah. 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 Dit is zo random. Hij ziet er hier wel weer beter uit. Oké, dit is de 5 euro Huggy Wuggy. In de buggy. En we hebben hier weer speelgoed. Oh my gosh, waar ben ik nu? Waar ga ik heen? Oh, ik ben hier weer. Oké. De vloer is van lava. Maar ik wil zwemmen. Dus het enige wat ik kan doen is mezelf veranderen in Thanos. Yay! Zwemmen door de lava! Dit is amazing. De vloer is lava. En ik heb een handschoen. Thanos die rent ziet er een beetje vreemd uit. Dit is geniaal. En er is nog iets wat Thanos kan. Namelijk mensen duwen. Dus ik ga proberen bij iemand te staan. Zoals bijvoorbeeld hier
op het dak. En ik duw diegene. Doei doei. Ik heb letterlijk iemand in de lava gegooid. Twee mensen trouwens. Oh nee, wat erg. Ik zit in Adult Me. In mijn mega enge huis. En ik ga snel naar buiten. Want als het goed is, is er een nieuw huis. Wat? 850 Robux. Oh, dat doet pijn. Ouch. Ouch. Maar check this out. Het duurste huis in Adult Me. Oh, dude, dat is zo gaaf. Ik heb een magnetron. Ik ben cool. Oh, snap. En een koelkast. Dat is letterlijk cool. Nu is het geen grap meer. Oh, wauw. Dit is een best wel speciaal huis, alleen best wel duur. I don't know, 850 Robux, dat is bijna 1000. Maar dan 150 minder. Ik wil naar boven. Oké, het is best wel groot. Het is een groot huis. Ik mag niet klagen. Of ja, het mag wel. Ik bedoel, ik zie hier geen huisregels. En wat is dit? Hallo? Hey, jij daar. Wij hebben een super spectaculaire show. Maar ik ben mijn items kwijt. Kun jij ze vinden? En het eerste item ligt daar. Oh, snap. Check it out. Ik heb de microfoon. En hier is het volgende item. Bij het water. En dat is de oogbal. En nu ben ik onderweg naar deze rots. Want daar ligt dit. Het ruimtepak. Als het goed is, ligt hier een item. Ja, daar. Het gitaar. Dat ruimt. En de laatste ligt het best verstopt. Namelijk niet op de grond, maar een soort van in de lucht. Of eigenlijk ook op de grond. Namelijk op het dak. Daar is het laatste item. Let's go. Yes. Het is gelukt. Je hebt het gedaan. Dankjewel. En wat krijg ik? Het is dit ding wat ik in mijn handen heb. Wow. Dat ziet er best cool uit bij mijn pet. Over pet gesproken. Ik moet dit vieren door een ei te openen. Er zijn overal kristallen. Dat is zo cool. Ik koop het ei. En ik open het ei. Wat is het? Het is... Oh, wat is dat? Een phoenix? Dat is een legendary. Dat is een van de zeldzaamste in het spel. Spam mijn naam in de comments voor de phoenix. In dit spel ben ik mini, maar moet ik proberen mega te worden? Die gast daar is heel groot. En dat doe ik door te trainen. Wow, wat is dat? Die portal ziet er eng uit. Is er geen mooiere portal? Er is een gouden portal. Oh my gosh. Ik ben al een stuk groter. Maar dit kan beter. Oh my gosh. Deze portal ziet er zo duur uit. Gemaakt van goud. Met gouden bars. En een gouden gast in een goud pak. Dude, hier wil ik naar binnen. 700 Robux. Oké, vooruit. Ik moet weten wat er gebeurt. Als ik door deze portaal ga. Oeh, let's go. Is er een zwembad met chocomel? Nee, maar alles hier is van goud. Dude, dit moet wel de duurste Roblox wereld ooit zijn. En ik kan nog steeds trainen. Ik besef me eigenlijk dat dit best wel zonde was. Wat kan ik hier überhaupt doen? Ik bedoel, ja, alles is van goud, maar het is nog steeds hetzelfde spel. Alleen dan met 700 Robux minder. Come on. Wat zou hier moeten zijn dat het wel 700 Robux waard maakt? Zwembad met chocomel. Ik zeg het weer. Laat het in de comments weten. Dit is Huggy Wuggy zijn eerste keer in Brookhaven. Brookhaven is een soort van stad met gebouwen. En hier is een ijsjeswinkel. Ik ga voor bubblegum, want het is blauw, net zoals Huggy Wuggy. Het ziet er lekker uit. En daar is het politiebureau. Kan ik een politieagent zijn? Ik weet niet of ik hier wel mag komen. Een helikopter? No way. Dude. Oh, dat gaat niet goed. Oh nee, de helikopter maakt een salto. Dit is niet hoe helikopters werken. Ik moet zeggen, dit is best wel nice. Huggy Wuggy in een politiehelikopter. Wie had dat gedacht? Oké, ik ga eruit. Oeps, sorry. Sorry, helikopter. Viel de helikopter nou door de vloer? Ik ga wat eten halen. Hallo, hallo, hallo. Dat ziet er lekker uit. Ik heb mijn bord met eten. En ik leg het op de grond. Er is zelfs een vliegveld. Oh my gosh. Misschien kan ik naar de verlaten speelgoedfabriek. Ik bedoel, daar komt Huggy Wuggy vandaan. Het vliegtuig staat er nog. Ik kan er nog instappen. Oh. Dit is een mooi vliegtuig. En oh my gosh. Ik ben de piloot. Ik laat het vliegtuig vliegen. Wat logisch is, want het is een vliegtuig. Het zou raar zijn als ik het laat fietsen, toch? Hé, hey, een beetje privacy alsjeblieft. Ja, hygiëne is belangrijk. En ik ga er weer uit. Ben ik nou zojuist alleen maar een vliegtuig ingeweest naar het letten gaan. Het is tijd voor een hotelletje. Yes. Wow, dit is meer dan een hotel. Is dit nu mijn nieuwe huis? Heb ik zojuist binnen 2 seconden een huis gekocht? Nou, oké, ik ga er weer vandoor. Maar dit is mijn nieuwe huis. Ik heb een brug. Ik heb een barbecue. Ik wil een burger. Nice. En dan heb ik hier nog een brug. Een boek. Wat kan ik zeggen? Ik douche met mijn kleding aan. Huggy Wuggy toch. Via hier kan ik naar boven. En dit is mijn slaapkamer. Ik moet zeggen, ik vind het een mooi huisje. En dit is de tandarts. Huggy Wuggy heeft grote tanden. Ik lig alvast... Waar is de tandarts? Oh ja, die heb ik de vorige keer opgegeten. Vergeten. Hier is een koffiezaak. En ik kom er alleen voor een blauwe donut. Oké, en deze neem ik mee voor Kissy Missy. Is wel zo aardig. En dit is een bibliotheek. Ja, ik vind mijn donut toch lekker, doei. En wat is dit? Oh, dit is het postkantoor. Ik neem stiekem een pakketje mee. Misschien is het wel leuk. Misschien ook wel niet. Maar ja, dan breng ik het wel terug. En oh, snap. Huggy Buggy gaat naar school. Wow. En er is helemaal niemand. Wauw, ze hebben pizza. Dat is ook het enige wat ik in deze school doe. En een donut eten in de klas. Waarom niet? Hallo, taxi. Dat was denk ik geen taxi. Oeh, er is hier een autowinkel. Dat klinkt interessant. Hallo, is daar iemand? Waarom is er niemand? Ik wil deze motor hebben. Oké, misschien heb ik een motor meegenomen die niet van mij is. Maar misschien ook niet. Maar waarschijnlijk wel. Ja, waarschijnlijk wel. Ik ben de Squid Game Guard. Dit is Huggy Wuggy. En dit hier is een karretje. Let's go. Oh. Vandaag is de challenge simpel. Vandaag wil ik erachter komen wat er in het hoofd zit van Huggy Wuggy. Er zijn verschillende theorieën. Sommige mensen denken dat
Huggy Wuggy een mens is. Anderen denken dat hij bestuurd wordt door Poppy Playtime. En er zijn zelfs mensen die denken dat het een knuffel is. Niets meer, niets minder. En ik dacht, er is maar één manier om daar echt achter te komen. We laten onszelf opeten. Het is niet de slimste manier, maar het is een manier. Waarschijnlijk zit ik hier nog wel een tijdje in. Tijd om te versnellen. Oh my gosh, wat zijn dat? Zijn dat een soort van... Het zijn hakken. Nu moet ik extra voorzichtig lopen. We hebben de checkpoint, dus we gaan door met de uitdaging. Spam in de comments. Wat zit er in het hoofd van Huggy Wuggy? Is het inderdaad een kostuum? En zien we zometeen een gast zo kijken? Of draagt Huggy Wuggy geen pak? En vinden we zometeen zijn hersenen? Kunnen we dan zien of die slim is? Ik bedoel, grote hersenen is slim, kleine hersenen is... Laat maar. Oh, ik vind het echt heel eng. Ik bedoel, hij kijkt blij, maar geloof me, dat kan snel veranderen. Laten we het weer versnellen. Een nieuwe halte. Nog steeds op mijn hoge hakken. Oké, let's go. En we gaan er weer voor. Ik zit al zo lang in dit karretje. Ik heb bilpijn. Dat is pijn. In mijn bil. En waarom zit er geen koelkast in deze kar? Een minibar? Misschien een kleine snackbar? Ik bedoel, come on. Huggy Wuggy mag mij zo meteen opeten. Maar ik heb niks om te eten. Eigenlijk maakt het niet echt uit. Want wat ik nu eet, eet Huggy Wuggy zo meteen omdat hij mij eet. Creepypasta wiskunde. Hij is trouwens echt mega groot. Als ik op dit pijltje druk, kunnen we wat sneller gaan. En ik ben alweer woe, bij halte 4. Ik ben een beetje bang. Ik bedoel, waarom zijn er zoveel haltes? Ze willen echt niet dat we erachter komen wat er in zijn hoofd zit. Want als het een kostuum is, dan zien we het ware gezicht van Huggy Wuggy in de buggy. In de buggy. Is dit de laatste halte? Halte 5. Oké, nu begin ik kippenvel te krijgen. Als Huggy Wuggy een mens is. En als Huggy Wuggy een mens is. Is Kissy Missy dan ook een mens? Oh, ik ben zo dichtbij. Ik kan het bijna aanraken. Heb je je handen wel gewassen? Ja, Bob. Ik wel. Is het raar dat ik Huggy Wuggy wil aaien, terwijl die mij wil opeten? Ik bedoel, kijk naar hem. Hij is waarschijnlijk mega zacht. Maar laat je niet kisten hoe lief hij er hier ook uitziet. Hij heeft twee gezichten. Gezicht 1, gezicht 2. Je snapt het. Hij kan ons nu letterlijk zien als hij inderdaad leeft. We maken het laatste bochtje. Oké, het moment is daar. Wat zit er in het hoofd van Huggy Wuggy? Is het een mens? Is het een robot? Wordt hij bestuurd door iemand? 3, 2, 1. Oh. Wacht, wat? Dit zit erin. Zijn hoofd? Wacht eens even. Dit is letterlijk een winkel? Ik kan haar kiezen? Dit is eng. Allemaal gratis items? Pizza? Lekker hoor. Er zit een wolk in zijn hoofd? En niet te vergeten, een schommel. Stel voor, er zit een speeltuin in je hoofd. Klinkt cool. En wat is dit? Oh my gosh. Oh, dit gaat snel. Maar waar kom ik nu uit? Ik val gewoon. Ik moet zeggen, dit had ik niet verwacht. Maar er is iets wat veel mensen niet weten. Huggy Wuggy. .exe. Huggy Wuggy is al best wel creepy en... duister. Maar wat als je dat keer 2 doet? Dan heb je niemand minder dan HuggyWuggy.exe. Hij ziet er zo creepy uit. Hij heeft engere ogen, een engere lach en scherpere tanden. Precies, Bob. Er is maar één manier om hem in te maken. En dat gaat niet lukken met mijn coil. Ik heb een ander item nodig. Oh my gosh. Oh my gosh. Op. Oh, hij was te snel. Ik moet me beter vermommen. Misschien. Oh, perfect. Ik heb iets nodig wat... vliegt. Stap 1 is dat we hem moeten lokken. Stap 2 is het vliegende tapijt. En stap 3 is... Oh nee, hij trapt er niet in. Normaal werkt dit. Oké, misschien de wolk. Huggy Wuggy, jij eng mormel. Kom eens met mij mee. Oké, hij zit achter me aan. Oh, mijn wolk is weg. Goed zo. Goed zo. En spring. Hij doet het niet. Oké, nog één laatste keer. We gaan naar beneden. En dat is nu. Oké, echt op het allerlaatste moment dan. Kom op. Ja, ja, ja. We hebben hem, we hebben hem. Hij viel. En zo is de wereld Huggy Wuggy vrij. Ik ben dit pak zat. In Squid Game 2 moeten ze er zo uitzien. Tenminste, ik weet het niet. Welk item neem ik mee? Rood. Pas bij mijn outfit. Of eigenlijk... nu niet meer. Ik heb het idee dat ik hier niet alleen ben. Oh my gosh. Zeg maar alsjeblieft dat doperkjes kunnen lopen. Want anders zijn dat zombies. Jongens, doe eens rustig. Dit is echt super naar. Er zitten allemaal muren om deze map heen. Ik kan ze dus niet kwijtraken. In dat geval is het ontsnappen. Oh my gosh. Oh my gosh. Net op tijd. Ze kunnen klimmen? Sinds wanneer kunnen zombies klimmen? En er is hier in de lucht een mini-obby. Deze is lastig. Ik zie daar koekjes. Het zijn geen Squid Game koekjes. En de beloning... is niks. Over een paar seconden spant er weer een nieuwe creepypasta. En ik zou hier naar beneden kunnen. Oh my gosh. Freddy, ben jij dat? Oké, wacht, ik heb een idee. We moeten proberen om elke creepypasta in dit gat hier te krijgen. Oh my gosh. Oh, hij is erin gevallen. En deze dan?
rood en blauw. Oké, Freddy is daar beneden, maar hij heeft gezelschap nodig. Niet ik. Maar wat dacht je van Sonic? Meerdere Sonics. Oké, ze zijn mega sterk, maar ik leid ze hier naartoe. Ja, het lukt. Val naar beneden. Oké, ze vallen. Yes, we hebben ze allemaal. En nu ga ik er snel vandoor. Eigenlijk moeten we een naam voor de bunker bedenken, waar we nu alle creepypasta's in hebben gestopt. En de volgende zijn Cartoon Cats. Als in meerdere. Ik sta aan deze kant van het gat en ik denk legit dat ze er allemaal invallen. Als ik nu in dit gat val, ben ik zo af. Oh, dit is echt een eng spel. Eén fouten. Sprong. Oh, snap. En je ademt niet meer. We hebben nog één iemand nodig. Maak het eng. En diegene komt nu op mij aflopen. Sonic.exe. Oh. Oké, luister, Sonic. Er zijn al een aantal Sonics. Maar jij bent de kers op de taart. Oké, zelfde tactiek als net. Ik ga hier staan en... Yes! Maar de guard heeft heimwee. Dus we brengen hem naar... huis? Oké, niet helemaal. Maar dit is een Squid Game hobby. 1, 2, 3 of 4? 3? Nee. Is het 4? Nee. Is het 2? Serieus. Ga me nou niet vertellen dat... het 1 is. Ik heb het gehaald. En oh my gosh. Dit zijn alleen maar de vierkantjes. Op zich, dat is ook wel het mooiste masker. Laat het rondje dat niet horen. Squid Game lasers? Ik denk dat de Squid Game guards dit iedere ochtend moeten doen om zich voor te bereiden. Eigenlijk zou ik wel eens een keer een Squid Game masker willen ontwerpen. Ik zou er waarschijnlijk de raarste dingen op zetten. Emojis. Mijn favoriete eten. En misschien wel... een taco! Nee Bob, dit ziet er lastig uit. Maar door wie is deze hobby gemaakt? Er zijn zoveel Squid Game hobby's. Zouden die allemaal gemaakt worden door de front? Man. Ik bedoel, de frontman is de maker van Squid Game. Toch? Of zou er nog een grotere baas zijn waarvan niemand weet wie dat is? Zoals mijn oma. Dat zou een goede baas zijn. Ik denk alleen dat ze alle koekjes zou opeten. Dus dan is er geen Squid Game meer. Oh my gosh. Heb ik het al gehaald? Is aan het einde van deze trap de beloning? Nee, we zijn waarschijnlijk nog niet eens op de helft. Ik kan niet de enige zijn die dat soms heeft. Dat je ergens druk mee bezig bent. En je gevoel zegt echt... Goed zo, je bent bijna klaar. En dan zoom je bijvoorbeeld uit... En is het niet zo? Aan de ene kant is het pijnlijk, maar als je iets leuk vindt, is het leuk. Logica met DutchTuber. De guard heeft me in de gaten. Ik ben een indringer. Het is eigenlijk best wel makkelijk om in te dringen bij de Squid Game guards. Veel creepypasta's hebben een moeilijke outfit. Jason, Freddy, Baldi. Je gaat je niet zomaar kaal scheren om undercover te gaan. Maar hoe je er ook uitziet, als je een masker opzet en een rood pak aantrekt, zie je eruit als een Squid Game guard. Of je trekt een gele jurk aan met witte sokken en je draait je om, dan zie je eruit als de Squid Game pop. Eigenlijk zou ik de pop het liefst willen zijn. Spam aardbei in de comments als je Squid Game in beeld ziet staan. Soms heb je van die stukjes die zo makkelijk zijn vergeleken met de levels ervoor. Zoals dit. Het is letterlijk een brug. Terwijl hiervoor waren er lasers. En lasers. Zoals deze dingen waar je overheen moet springen. Dit ziet eruit als taart. En het verdwijnt. Het is taart. Als je taart voor mij neerzet, verdwijnt het ook. Ik ben een goochelaar. Zou het mogelijk zijn om te solliciteren bij Squid Game? Dan kom je op een sollicitatiegesprek. Zit de frontman daar. Vertel, waarom wil je meedoen aan Squid Game? Nou ja, ik spaar voor een step. Ik heb het geld nodig. Maar je weet toch dat in Squid Game er geen weg meer terug is? Nou, volgens mijn navigatie wel. Ik denk dat je me niet helemaal begrijpt. Eens in Squid Game is altijd in Squid Game. Maar op de vacature staat dat het van 8 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is. Luister, weet je wel wat Squid Game is? Ja, tuurlijk. Het is... Nee, ik heb gewoon het geld nodig. Om eerlijk te zijn, ik denk dat de frontman daarom een masker draagt. Hij kijkt de hele dag chagrijnig, omdat mensen solliciteren en niet geschikt zijn. Ik bedoel, je moet wel echt gemeen zijn om een rood pak aan te kunnen trekken, een masker en vervolgens de hele dag niks te zeggen. Als ik in zo'n kostuum liep, zou ik de hele dag zingen. Ik draag een masker met een figuurtje. Ik heb zin in een frikandel. Oh my gosh. Deze trap verdwijnt terwijl ik er overheen loop. Dat betekent maar één ding... We hebben het bijna gehaald. Ik wou zeggen, we hebben het gehaald. Maar nee, bijna. Dit is het laatste gedeelte. Maar alsnog moeten we voorzichtig zijn. Oh my gosh. Ik hoop niet dat ze me doorhebben. Rondje, driehoekje, vierkantje. Mega reus. Dank jullie wel voor de... Oh, felicitatie. We gaan omhoog. En yes! Ik heb het gehaald! Ik heb het gehaald! Waarom heb ik een ei op mijn hoofd? Nog een laatste uitdaging. Bouwen. Oh. Maar voordat ik begin... Een huggy buggy bed. Maar hoe duur is die? 300 Robux? Maar natuurlijk. Oh my gosh. Ik heb hem. En hierdoor ben ik veel sneller. Oké, we moeten snel gaan bouwen. Want als we niet snel genoeg zijn, gaan we keihard af. Ik heb alleen nog maar een vloer. Oké, ik heb muren. Nu alleen nog maar dak. En ik ben klaar. Ik heb alleen een deur nodig. Oké, als het goed is, komt er iets aan. Maar wat is dat? Oh my gosh. Een mega baby. Ah, ik ben niet bang voor een baby. Hallo mega baby. Hey, hij is alles aan het slopen. Mega baby, niet doen. Nog één verkeerde beweging. En je hebt huisarrest. Oh, dit was
Spannend. Wacht, wat? Ze heeft me uit Brookhaven verbannen. Normaal als een speler je verbandt, dan kun je het huis niet meer in. En dan is het omringd met deze rode aura. Alleen normaal kom je dan weer terug bij de span en kan je de rest van Brookhaven nog wel betreden. Maar nu niet meer. Oh, natuurlijk. Jenna heeft de kracht om mij niet alleen uit haar huis te verbannen, maar letterlijk uit heel het spel. De daycare kan ik niet in. De Brookhaven school kan ik niet in. Oké, dat vind ik eigenlijk niet zo erg. Maar letterlijk, elke winkel, daar kan ik niet in. Wie overvalt de bank nu? Dit ziet er zo raar uit. Ik kan zelfs niet naar de car wash. Dit meen je niet. Oké, dus dit is mijn laatste Brookhaven video. Wat is dat? Zag ik dat goed? Ik ben onderweg naar Lake Madison en... Oh my gosh! De berg staat in vuur en vlam. Is dat een standbeeld? En wacht eens even. Ik heb een zwaard bij me. Sinds wanneer heb je die in Brookhaven? Mag ik jullie wat vragen? Hoe kom ik hier weer weg? Oh, wacht eens even, wat? Dit zijn waarschijnlijk de bewakers van hetgeen wat daarboven zit. Dus het zal wel belangrijk zijn. Oh, het zijn er zoveel! Het zijn er zoveel! Oké, dit werkt zo niet. En ik zie het nu pas. Zelfs het zwembad, daar ben ik uit verbannen. Misschien hebben jullie ooit wel gehoord van de banhamer. Dat is het item waarmee spelers worden geband. Maar wist je dat er ook een banhamer bestaat? Het is een banhamer waarmee je gebande spelers kunt unbannen. Waardoor ze dus wel weer overal welkom zijn. Oké, dat is best eng. Doei!